Ik ben Radko, ik ben een van de trainers van Hammers Gym Amsterdam. We zijn nu Mickey aan het voorbereiden voor de partij tegen Rachel. Voor de rest laat ik aan jou over. En hoe lang zit jij al bij je? Ik ben in principe bij CFA ben ik al 2 jaar. En ik ken Mike natuurlijk van Force Gym van het verleden. En Michael heeft mij zeg maar gevraagd om samen met hem Hammers Gym hier te gaan leiden. En, yes. En zodoende ben ik nu hier. In principe altijd al, dat je hebt gevochten geef je ook altijd de les. Maar echt elke dag is nu sinds 2 jaar in principe. En wat voor trainingen? Ik begeleid Mike met alle vechters in principe. En wat ik doe, ik geef de les aan recreanten en personal training en noem maar op. Yes, kickboksen. Geen MMA? Geen MMA. Zo, we hebben Samir Kasserie, ik kan zijn naam nooit zo goed uitspreken. Nou, we hebben Mickey natuurlijk. Ja, we hebben Isis Verbeek. Hij komt er eentje binnenlopen. Dat is de Italiaanse vechter van São Paulo. We hebben best wel een leuk stalletje nu, zeg maar. En ja, we hopen er steeds meer bij te krijgen. Natuurlijk. Niet vergeten Brian, die vecht op WFL. Maakt zijn comeback weer. Inderdaad. Zijn jullie bezig om Brian voor te bereiden? Ja. En het gaat hartstikke goed. Dus jij en Michael staan eigenlijk in een boek met z'n 2? Sowieso altijd met z'n 2. En als we moeten opsplitsen, dan gaat hij naar het buitenland of ik ga naar het buitenland. En dan hebben we nog natuurlijk Leroy die ons ook helpt. Zeg maar als we handen tekort komen. En we hebben wel een sterk team. Dan ga je vaker zien. Sowieso. Yes, geen probleem. Roos. Ja, ik ben Leroy. Ik ben een van de coaches bij Hammers Gym. Ik ben hier terechtgekomen via Mike en eigenlijk al 20 jaar bezig met kickboksen. Verschillende niveaus getraind en ik ben nu bezig met zelf lesgeven, zelf ontwikkelen. En met Hammers zijn we met iets leuks bezig, iets nieuws. En binnenkort jongens de ring in, de 22e. Dus lekker met ze aan het petsen, goede vibe, goed team, leuke mensen. Dus dat eigenlijk. En wat voor les geef jij kickboksen? Ik geef kickboksen, ik help mee met de kids. Ik zaktrainingen, techniektrainingen en vooral ook veel petsen met de wedstrijdjongens. En doe je zelf ook kickboksen? Ik kickboks. Ik kickboks al 20 jaar, alleen heb ik ben zelf nooit een ringvechter geweest. Altijd een gymvechter, dus dat eigenlijk. Leroy Spalburg. Yes? Ja, is goed. Dank je. Yes, graag gedaan. Amsterdam met hoofdtrainer Michael Baap. How are you, Michael? Good. The big opening is just gonna be in May, I think so. Oh, now this is only for the fighters. Okay. To invite him. It's not the opening yet. Okay. Did I come? Yeah, how did this idea? I was already training here because I was like a freelancer and I had a space here in Amsterdam to train, and then we were talking about why you don't start to get your own Hammers Gym Amsterdam. Mojikamal is where he's from the first gym where you find us. But I always help him prepare also, this is what I do. Because but it's not my fighter. I used to train him a lot and sometimes for the special things because I know him. You help him because you know him from Fosse, man? Yeah. I heard you were a hairdresser. Well, Ernesto the host told me that you had a very successful... I was also a dancer. Yeah? I was also singing. No, but how did you switch? I was also playing football. Yeah? That's soccer. How did you switch to kickboxing? I used to kickboxing before that. I was a hairdresser. Oh. Like 30 years or so. I used to fight with him. Under Johan Fass in the same class like sparring partner. I was in Ernesto Hoos, I was like with Ivan Nipolit and a lot of other teams. Milton Velter was also Peter Thijssen was also my sparring partner. We were real old school. Yeah. We used to train with him. Yeah, that's what he said. Yeah. Yeah, I was also and ambitious.
My ambition is to make a fight as champs. That is my ambition. I don't want to fight anymore, but I want to give them the experience what I had, and I want to make them young. We had like seven, but one we took off, and we have now like six fighters. Yes, we have. All ages, sir? Yeah, we have a nephew from Mars Simpson. Yeah, I know. And you know what it was? In the beginning, they were telling me that Michaela would fight and Sarah. And after a while, I see her fight. A fight is a fight. You know, we had also with a reality show, we had four gym and female fighters in a reality show. They train with each other and they can fight with each other. You know, on every YouTube you can see. You know, for me everything is like, it's like part of the job. And I have no enemies, I have no violence, because I still have a lot of respect for Ivan Hippolyte, because I train with him also, and for Francois. We still, you know, trainers, you know, but you are in advance, because you trained both Rachel and... It's true. No, you know what it is, that is true, but again, game plan, people make game plan. I can see a fight and you can make a big game plan. It doesn't matter, you know. Anything can happen. I think in a few weeks, you will hear more about that. Okay. You know, I cannot say nothing about it. But we will have a few more soon. You know, and tell us about your participations at events in Suriname. Oh, on this moment, I'm a little bit busy with this. In end of April, I have to go to Aruba, because Jairzinho, Biggie Boy, okay. The Hammers gym is growing. We're doing a lot of fight upcoming. Yeah, but we always can. There's in the neighborhood a lot of cheap hotels, and heel veel succes hier at Hammers gym. Thank you also. Who's? For my start.